De titel van mijn column is e Schijntje. Het inschrijfgeld voor de Vierdaagse is met 16 euro verhoogd van 84 tot 100 euro. De Marsleider vindt het een zure maar noodzakelijke maatregel vanwege de steeds verdere stijging van kosten om dit mega-evenement te kunnen blijven organiseren. Het is dan ook niet niks. De veiligheidseisen worden steeds strenger, lopers willen een geavanceerde Vierdaagse app. Van Rijkswaterstaat moeten er lichtkranten langs de snelwegen geplaatst worden en de overheid trekt zich steeds meer terug qua financiën. Meteen ging het los op sociale media. Ik vind dat raar. Ik heb dit jaar geen enkele koper van vuurwerk horen klagen dat vuurwerk zo duur is geworden, terwijl het toch voor 77 miljoen in een half uurtje verknald is. Maar dit terzijde. Op basis van wat vergelijkend, niet wetenschappelijk onderbouwd ware onderzoek, kom ik tot de conclusie dat 100 euro voor vier dagen wandelen eigenlijk een schijntje is. Neem de Elfstedentocht. Lidmaatschap van de Elfstedenvereniging bedraagt 12,50 euro per jaar. Er is al 24 jaar geen tocht meer gereden. Niemand hoort klagen dat ze 300 euro inschrijfgeld in het niet bevroren putje hebben gegooid. Ze hebben het er maar wat graag voor over gehad. Terug naar Nijmegen. Paul McCartney geeft op 25 mei in het Goffertpark een concert. Er zijn nog kaartjes te koop voor 136 euro. Met als veelbelovende toevoeging onbeperkt zicht. Dat moest er nog bij komen ook, dat je voor dat geld geen moer kunt zien. Wil je in de Golden Circle gaan staan, dan moet je 199 euro aftikken. Een kaartje voor het concert van Rammstein in het Goffertpark op 24 juni kost 180 euro. Ook voor dat geld krijg je de toezegging van onbeperkt zicht. Drie dagen down de rabbit hole kost 177,50 euro, exclusief 10 euro servicekosten. En bij al deze concerten is het zelf meebrengen van eten en drinken streng verboden. Dure munten kopen is het advies. Gaat het los op sociale media? Dacht het van niet. Daarbij vergeleken worden vierdaagse lopers flink in de watten gelegd. Dat het file lopen niet zorgt voor onbeperkt zicht... valt in de categorie een kleinigheidje hou je altijd. Maar er zijn geen beperkingen voor wat er in de rugzak meegaat... aan eten en drinken. Terwijl het niet eens nodig is. Alle burgemeesters en wethouders staan langs de route... Om de lopers gratis te voorzien van appels, koek, water of welke lokale specialiteit dan ook. En vergeet het enthousiaste publiek langs de route niet. Dat staat klaar met komkommers, tomaten, stukjes kaas, leverworst, chips en meer dan voldoende water om vier hele dagen de fles te vullen. Allemaal gratis en voor niks. Alle muzieksoorten zijn tijdens het lopen gratis en voor niks te horen. Plassen in de door de organisatie ter beschikking gestelde toiletten is gratis. En op vrijdagmiddag krijgt iedere loper van Hubert Bruls hoogstpersoonlijk een gladiool. En dat allemaal voor 4 euro meer per dag. Een schijntje.